Als je flexibel wil werken, moet je gewoon heel goed je eigen tijd kunnen indelen. Of dat dan heel vroeg is 's ochtends of heel laat 's avonds. Het gaat er eigenlijk om dat je werk afkomt en goed is. Onze specialisatie is eigenlijk mensen in beweging krijgen. Wij willen gewoon dat mensen voor wie wij iets ontwikkelen, iets gaan doen met het product dat wij hebben bedacht of met de campagne die wij hebben bedacht. Seven Causes is een marketing conceptbureau. Eigenlijk geven wij advies op het gebied van marketing en communicatie. We ontwikkelen concepten en campagnes. Mijn compagnon woont in Den Haag en ik woon in Amersfoort. En we konden eigenlijk niet beslissen waar we ons kantoor moesten gaan vestigen. En uit een grapje is geboren van, we hebben een mobiel kantoor nodig. En voor we het wisten waren we bezig met ons grote rijbewijs. Als we thuis werken of op andere locaties, dan vergaderen we eigenlijk via de webcam. En we maken gebruik van mobiel internet van Vodafone. Ja, de klanten willen allemaal heel erg graag bij ons afspreken. Waar het normaal was van, kom maar naar ons toe. En dat we bij hun in het kantoor afspreken in een vergaderzaal. Proberen zij nu van alles te regelen om bij ons in het kantoor af te spreken. Deze bus is gewoon zo ingericht dat je ook in de file door kunt werken. Natuurlijk niet degene die rijdt. Maar wel degene die met je meerijden. Die kunnen achterin gaan zitten. En gewoon gebruik maken van internet, van stroom, van hun laptop. En kunnen gewoon doorwerken eigenlijk. En daar maken we dapper gebruik van, dankbaar gebruik van. Als we op een mooie locatie staan en je kijkt naar buiten, dat geeft gewoon een heel mooi gevoel van rust. Waardoor je eigenlijk als team iedere dag weer met een nieuwe frisheid naar buiten kijkt. Je raakt niet verveeld. Ik vind dat je werk, je bent daar zoveel mee bezig. Dat moet gewoon net zo leuk en belangrijk zijn als je leven. En dat hopen wij dat de mensen die bij ons werken, dat die er ook zo over denken. Onze naam Seven Causes komt van de uitspraak van Aristoteles. Die in zijn tijd eigenlijk al zei dat er 7 beweegredenen zijn voor de mens om in actie te komen. Waaronder verlangen, passie en kansen. En eigenlijk is dat waar wij de hele tijd mee bezig zijn. Wij zijn eigenlijk altijd bezig met het in actie krijgen van mensen. Thank you.